Ze heeft altijd inderdaad wel heel goed verkopen. Ze is wel een Harry American met natuurlijk de tasje de beauté. Hè? En volgens Michael Kors, die Amerikaanse ontwerper, die zegt ook dat zij de hele perceptie heeft veranderd van de sexy American girl. Want voordat zij kwam, zo eind jaren 80, was het alleen maar blond met blauwe ogen. Wat ze werd gezien in Amerika als sexy. En daarna waren het ook de brunettes. Ze heeft voor Playboy geposeerd, gefotografeerd door Herb Ritz. En ze is getrouwd geweest met Richard Gere. Dat is een heel gedoe. Dat was dat hij homofiel zou zijn. Dat hebben ze in de Herald Tribune een pagina grote advertentie gezet. Dat het helemaal niet waar was. Dat ze toch echt wel heel erg... Maar goed, ze is nu een jaar gelukkig. Ja, ik wil zo nog zeggen. Maar even zeggen wat zo jaren gelukkig is. Randy Gerber, dat is een ex-model. En die heeft allerlei bars en restaurants in Amerika. En de kinderen moeten ook, dus twee kinderen moeten ook af en toe meewerken. Zijn ja, je bent helemaal bij. Zij was het eerste model die zichzelf echt als een product zag. Dus ze heeft haar naam al vaker aan dingen verleend. Ze heeft ook een eigen parfum. Ze heeft ook, ik weet niet of ze dat nog heeft, maar dat was wel heel lelijk. Een van de Amerikaanse meubelwarenhuis ook haar naam verleend. Dat waren wel echt hele lelijke bruine grote stoelen. Hoe komt ze? CNA heeft haar benaderd. Nou ja, CNA is natuurlijk ook de wereld aan het veroveren. We hebben zo ontzettend veel winkels, ook in Europa, ook in China. En dat moet volgens mij nog veel meer uitbreiden. En die hebben haar benaderd. En nou ja, maar het ziet er echt fantastisch uit. Maar je hoeft er ook niet uit te zien als Cindy Crawford te kunnen dragen. Nee, natuurlijk niet.